eikgevaar komt hier aan. 1, 2, 3. Een subliem reddingsteam. Robocar Polyp. Maak ruim baan. Kijk ze gaan. Een beter team is er niet. Polyp! Hij verricht een heldendaad. Roy! Is een redder van formaat. Amber! Geeft je altijd goede raad. Hayley! Neemt je mee op elke vlucht. Door de lucht. Zit je in nood. Hou je dan groot. Robocar Polyp. De grote held. Komt aangesneld. Ja, je gelooft je ogen niet. Geen enkele nood is hem te groot. Robocar Polyp. Je staat versteld van deze echte held. Robocar. Doe om een geest. Echt een bos waar een geest woont. Wat is dat? Help! Help! Niet! Heb je een geest gezien? Ja, ik zag er één. Zijn ogen gloeiden en er kwam vuur uit zijn mond. Dat klinkt doodeng. En wat gebeurde er na de gloeiende ogen? Hij kwam naar me toe. De lucht werd koud en hij zei... Geef me je band of ik breek je. Oh nee, ik kan het niet. Dat er echt een geest zit? Ik geloof er niet in. Maar zagen jullie dan niet hoe bang Klep net was? Volgens mij wilde die geest hem opeten. Jij bent bang omdat je een angsthaas bent. Wat? Ik ben geen angsthaas. Dat neem je nu meteen terug. Pas als jij bewijst dat je geen angsthaas bent. Wat moet ik doen? Ga naar het Spokenbos. Spokenbos? Ga jij ook mee? Echt wel? Jij ook? Het lijkt er wel op, ja. Oké, dan zien we elkaar later op Bananenstraat. Ereband. Ja, ereband. Ereband. Wauw, dat was een nieuw record. Goed werk. Hayley, ben je gewond? Ja. Yeah. Nee hoor, niks aan de hand. Ik heb heel belangrijk nieuws. Wat dan? Het komt van Klep, gisteravond. Het gaat toch niet over die geest, of wel? Wat? Hoe wisten jullie dat? Vorig jaar is Klep daar ook al meegekomen. Ja, hij vertelt ons dat verhaal elk jaar rond deze tijd. Weet je dan niet meer dat we in het bos op geestenjacht gingen? Dit keer klonk het menens. Hayley, hij vertelt het verhaal elk jaar beter. Oh, ik dacht dat ik echt een nieuwtje had gehoord. Hayley, wil je mijn nieuwtje misschien horen? Oh, oké. Je achterpropeller is weer eens kapot. Brody! Brody! Welkom! En? Zijn jullie er klaar voor? Gaan we echt het bos in? Natuurlijk! Je zal wel heel erg bang zijn, hè? Nee, het gaat wel. Mooi, dan mag jij voorop. Dan zien we gelijk dat je geen angsthaas bent. Brody, dat is best wel gemeen van je. Het geeft niet. Ik ga wel voorop, maar jullie moeten beloven dat we wel bij elkaar blijven. Beloofd. Oké. Jim, volgens mij moeten we het uitzoeken. Hij zei het dit keer heel ernstig. Kan je hem eerst eens uitproberen? Kijk eens, ik ben de beste in dit soort dingen. Maar ga je wel mee? Dit keer moet je het alleen uitzoeken. Jim! En doe de geest vooral de groetjes van me. Jim! Ik ben de stoerstoute van Bezemstad en heus niet bang voor geesten. Ik ben de... Brody!
denk je dat dat de geest was? Het was gewoon een stuk papierangst, Haas. Rodi, laten we maar teruggaan. Er zitten hier geen geesten. En nog een angst, Haas. Gaan jullie maar lekker terug naar jullie bedje. Ik ga wel alleen. Oh ja? Denk je dat we hem alleen moeten laten gaan? Dat moet hij zelf weten. Misschien leert hij dan zijn lesje. Help! Oh, was dat niet Rodi? Rodi! Rodi! Waar ben je? Oh. Ik zit hier. Wat is er gebeurd? Je moet me niet uitlachen. Ik heb net een enge geest gezien. Een geest? Waar? Hier zit anders niks. Weet je zeker dat je iets zag? Een paar seconden geleden was hij er nog. En toen besloot je te schuilen en nu zit je klem? Wat grappig. Doe nou. Jullie moeten me hier uithalen. Ik zit echt helemaal klem hier. Nog even volhouden. Benny en ik gaan kijken of we hulp kunnen vinden. Mm-hmm. Ga je mee? Ja, wegwezen. Wacht! Huh? In mijn eentje vind ik het wel heel erg eng. Wat moeten we dan doen? Ik zoek wel in mijn eentje hulp. Helemaal alleen? Als Rodi hier helemaal alleen blijft, dan vreet hij geesten op. Maar als hij jou probeert op te eten? Maak je geen zorgen. Dan rij ik gauw weg. Bang zijn. Gewoon voor je blijven kijken en niet aan geesten denken. Denk aan hulp halen. Nu ben ik zelf verdwaald. Maar wie gaat er nu hulp voor mij halen? Ik ben echt een angsthaas. Huh? Dat lijkt Haley wel. Help! Huh? Haley! Hier beneden! Huh? Ik ben het! Benny? Gelukkig. Is alles goed met je? Met mij wel, maar we moeten Rodi helpen. Is Rodi in gevaar? Waarom is Benny nog niet terug? Denk je dat hij gewoon lekker naar huis is gegaan? Huh? Nee, echt niet. Rodi! Mimi! Het zijn Haley en Benny. Is alles goed met jullie? Wat is er gebeurd, Rodi? Haal me hier alsjeblieft uit. Komt in orde. Ik heb je er zo uit. Ik heb misschien toch een beetje assistentie nodig. Jin! Ik had hem net bijna af. Sorry, Jin, maar weet jij waar Haley heen is? Is hij nog steeds weg? Dan zit hij nog steeds in het spokenbos. Het spokenbos? Correct. Huh? Daar is hij! Haley, heb je de geesten groeten gedaan? Nog niet, maar we hebben een klein probleempje. Wat is er? Ik stuur je wel even een filmpje. Het kleine trio, wat doen ze daar nou weer? Ze waren op zoek naar de geest, maar nu zit Rodi klem in een holle stam. Hij zit goed vast. Ik heb extra mankracht nodig om hem eruit te krijgen. Kunnen jullie helpen? Natuurlijk, Haley. Reddingsteam, ruk uit! We zijn bijna bij de rand van het bos, dus laat ons weten waar jullie zijn. Oké. Okay. Daar zitten ze. Opschieten, jongens. Zouden ze hem eruit krijgen? Natuurlijk. Het komt goed. Daar zijn ze! Ha!
Zo. Is alles oké hier? Het terrein is afgezet. Iedereen oké? Behalve Rodi. Wauw, die zit zeker goed klem. Rodi, we gaan je vrij krijgen. Iedereen klaar? De geest is terug. Help me. Rodi! Ben je gewond? Nee, ik geloof er niet. Mooi zo. We halen je eruit. Oké. Wauw! Ik leef nog! Jullie hebben echt geluk gehad. Ja. 'S Nachts alleen naar het bos gaan kan dus heel gevaarlijk zijn. Zo is het. Alles ziet er anders uit als het donker is en je verdwaalt makkelijk. En je kunt ook wilde dieren tegenkomen. Dat weten wij nu ook. Het is allemaal mijn schuld. Benny is meegegaan omdat ik hem een angsthaas noemde. Een angsthaas? Weet je wel hoe moedig hij net is geweest? Sorry, Benny. Ik zal je echt nooit meer een angsthaas noemen. Geeft niks. Daar is de geest die ons op wil eten. Waar dan? De geest! Jullie enge geest was gewoon een bosuil. Dus alles is weer veilig? Zeker. En nu jullie weten dat er geen geest is, kunnen we allemaal gaan slapen. Ja! Yay! Dan ga ik wel voorop. Nu iedereen weet hoe stoer ik ben. Een geest!